Ik probeer vooral naar de persoon te kijken, naar de persoon zelf. Want de persoon met de aandoening dementie verandert wel. Mensen worden soms harder, soms milder. Het is vooral zoeken om met de nieuwe persoon eigenlijk te leren omgaan en daar proberen manieren te vinden om mee in contact te komen. Door bijvoorbeeld gewoon een hand op zijn hand te leggen, een kleine wandeling te maken of te ondersteunen. Misschien kunnen we zo het verschil maken met gewoon wat aandacht geven aan de persoon. Misschien weten ze niet meer dat je een partner of een vriend bent, maar vooral laten voelen dat je er bent is heel belangrijk.